Het is de droom van iedere kunsthandelaar. Een schilderij voor een relatief laag bedrag op de kop tikken en er dan achter komen dat het tonnen waard is. Het overkomt Bart de Roo uit Zwijndrecht in het echt. Hij kocht een portret van Michiel de Ruiter voor een paar duizend euro en kwam er daarna achter dat het werk van schilder Ferdinand Bol is. Na restauratie is het binnenkort te koop voor een 500.000 euro. Ongelooflijk, Philip, wat daar nog in zit. Ik ben er ook een jaar mee bezig geweest. Om dat allemaal dus door diverse mensen uit te laten zoeken en te onderzoeken. Een restauratie duurt, bijna 4 maanden geduurd. En dus je bent zo een jaar verder voordat je echt alles klaar hebt. Ja, voor de tentoonstelling, voor de beurs, zeg maar. Ja. Maar goed, dan heb je ook wel wat moois natuurlijk. Bart werd verliefd op het schilderij omdat hij zeer geïnteresseerd is in Michiel de Ruiter. En in zijn hoofd had hij het schilderij al een plekje gegeven. Het liefst zou ik hem thuis ophangen. Maar goed, er is wel ruimte, maar dan ben je natuurlijk met meer mensen. Dus ik zag namelijk zo'n portret in een museum in Dordrecht. En dan hing die in de hal bij een trap. Prachtig. Ik zei, nou, dat zou ik thuis ook wel willen. En zodoende bleef dat een beetje hangen in mijn hoofd. En toen ik deze zag, ik denk, nou, die ga ik kopen eigenlijk voor thuis. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ja, maar goed, nou is het toch te kostbaar. En nou is het gewoon, ga je hem gewoon verkopen, zeg maar. Is de bedoeling. Na al het onderzoek naar de herkomst en de echtheid van het schilderij is het voor Bart nu het laatste hoofdstuk met het werk van Ferdinand Bol. Hij doet het namelijk van de hand. Maar stiekem hoopt hij dat het niet de laatste keer is dat hij het kunstwerk ziet, voordat het eerst veilig wordt opgeborgen en daarna geveild. Maar goed, je moet een afscheid nemen en het is wat het is. Dus het hele proces heb ik heel leuk gevonden om te doen. Ook vooral contacten met collega's en met taxateurs en museummensen. En uiteindelijk gaat het gewoon uiteindelijk de gewone gang van zaken in antiquariaat. Ja. Dus ik zal er niet van wakker liggen of zo, dat niet hoor. Maar ik vind het wel heel mooi zelf. Ik hou ervan, van dit soort mooie schilderijen. Ik hoop dat het in een museum terechtkomt. Misschien Scheepvaartmuseum of Dordts Museum. Waar Bol is natuurlijk in Dordrecht geboren, Ferdinand Bol. Dus misschien dat de mensen daar er interesse in hebben. Dan kunnen er nog veel meer mensen naar kijken. Dat zou ik het leukste vinden. Ja. Dat de mensen zeg maar ervan kunnen genieten. Ja. En dat je er zelf nog een keer langs kan. Ook dat nog, ja. Ook dat nog. Misschien krijg ik wel vrijkaartjes. Ja, wie zal het zeggen? Ja.